Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Woonboulevard Nijmegen. Volop variatie op een toplocatie. Kijk eens op woonboulevardnijmegen.nl. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland. Ook dit jaar kunnen bezoekers van de Vierdaagse Feesten weer abseilen van de Stevenstoren. En onze eigen Nijmeegse Arnie gaat als een van de eerste abseilen van dit Nijmeegse boegbeeld. Hier hangen we dan, heerlijk in het zonneke. De Vierdaagse van Nijmegen. Annie, ga het doen. Nog voor geen miljoen. Annie, wat is dat jij dacht? Die Stevenstoren, daar ga ik van abzuilen. Ja, het was gewoon natuurlijk een stoute meisjesdroom. En je weet, stoute meisjesdromen komen altijd uit. Dus ik denk, ik moet het gewoon een keer doen. En hoe was het? Ja, amazing. Op dat randje zet je echt gewoon 7 kleuren. Maar ja, ik denk, we draaien de box straks weer om. Doe niet zo dom, gewoon eraf, happatee. En wat vind jij ervan dat je dit hebt gedaan? Ja, hartstikke leuk. Ja, dit is een mooie manier om je in die feesten te starten. Het wordt geweldig, die hele stad maakt zich op. Ik zeg bosjes vooruit en gaan voor de buit. Wat wil je tegen mensen zeggen die ook willen gaan abseilen, maar het een beetje eng vinden? Kan jij ze even een hart onder de riem steken? Nou, je moet natuurlijk ergens helemaal doen wat je weten wil. En je denkt, nou, ik heb een statement te maken voor iets of voor iemand of voor je eigen. Dat mag ook. Gewoon doen. Want ik zeg maar zo, een leven zonder bluff is bloody, maar dan ook bloody duff. Dit was voor jou de aftrap van een hele drukke Vierdaagse Week. Waar ben jij nog mee allemaal te vinden tijdens de wandelmarsen en de feesten? Nou, natuurlijk cafeetje Samson in de Houtstraat. Daar maak ik er samen met Gringo en Shani een geweldige party van. Op de zondag en op de donderdag staan we daar. De vrijdag zien we daar. En natuurlijk Hoogstraatje, Pannenkoekenhuis aan de route. Daar zingen we de landelaars de wedren op. En voor de rest ben ik overal en nergens in de stad tussen de mensen. Want de liefde is in de stad. Voelen jullie het niet? Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de oudste stad van Nederland.